Welkom. Dit is de uitleg over hoe ik dit proeflapje ga stieken. Het is niet per se de enige manier om te stieken. Er zijn genoeg andere methodes. Het is ook niet per se de beste manier. Maar dit is eigenlijk gewoon een manier die ik soort van heb aangeleerd en graag doe. En ja, heel erg prettig vind. Ik heb gewoon een proeflapje gemaakt. Het is ledlopie wol die ik heb gebruikt. En in het midden zie je al dat ik dus extra stieksteken heb opgezet. In principe heb ik dus wel de figuurtjes van het patroon een beetje aangepast. Zodat ik de stiek extra steken, zeg maar, ertussen kan doen. Ik doe eigenlijk altijd standaard 5 rijen. Dus 5 stieksteken in het midden. Maar je kan er ook meer doen. Sommige mensen doen er dus iets van 7 of zo. Of meer. Zodat ze dus niet de naaimachine hoeven te gebruiken. Zeker met rustieke wol zoals ledlopie kan dat ook gewoon. En is dat ook best wel fijn om te doen. Maar ik gebruik vaak gewoon de naaimachine. Dus dat ga ik vandaag ook met jullie, ja, aan jullie laten zien. Hoe je dat dan het beste kan doen met de naaimachine. In principe gebruik ik dus de witte lijnen om zo met de naaimachine te gaan naaien. Oké, dus we hebben net achter de naaimachine gezeten en nu gaan we knippen. Waar heb ik nou genaaid? Ik heb zwarte draad gebruikt, dus je ziet het best wel goed. En ik ga dus door de zwarte middelste rij eigenlijk knippen. Dus nu heb ik 2 stukjes. En eigenlijk hoort het natuurlijk gewoon een hele trui te zijn die er omheen zit. En heb je dus nu opeens een vest. Dan ga ik je even laten zien hoe ik de steken op ga nemen. Wat ik dus doe is bij elke 3 neem ik op. Tussen de veetjes in, soort van. En dan sla ik er eentje over. Het is echt ieder zijn eigen techniek. De een die wil wat meer, de ander wat minder. Wat ik dus doe, is ik brei nu iets van 4 of 5 rijen wat je zelf wil in tricotsteek. En dan 1 ribbel. En dan 4 rijen tricotsteek. En dan zie ik je weer terug. Dus ik heb nu 4 rijen tricotsteek gebreid. Dus aan deze kant recht, aan de andere kant averecht. Dan heb ik 1 rij recht gebreid, waardoor het aan deze kant dus zo'n mooie ribbelsteek wordt. En daarna weer 4 rijen recht averecht. En dan ben ik nu weer hier terecht gekomen. Wat ik nu ga doen is een I-cord bind-off aan deze kant. En dan laat ik zien hoe ik hem dichtklap. Oké, dus ik heb de I-cord bind-off gedaan. En ik heb gewoon 2 extra steken opgezet. En daar de bind-off mee gedaan. Mocht je nou een heel fijn instructiefilmpje willen zoeken voor die I-cord bind-off, kijk dan naar Steven Wes. Die heeft echt een heel mooi filmpje erover. Beter dan dat ik waarschijnlijk kan uitleggen. Maar nu heb je dus een soort van, ja, eigenlijk iets wat je kan omklappen. Dus dat gaan we ook doen. Dus dit doe je dus naar binnen. Dan doe je deze eroverheen. En dan heb je eigenlijk zo een mooie sandwich.
die je dus eigenlijk heel mooi, wat ik dus doe, ik gebruik echt een naald en een draad en dan maak ik eigenlijk met de hand, zet ik dit mooi vast. En dan zie je dat helemaal niet aan de buitenkant. Het lijkt wat dikker, maar ja, ik vind het eigenlijk wel meevallen als je het draagt. En ik vind dan de binnenkant heel mooi afgewerkt. Wat je dus kunt doen om de knoopsband steekjes op te nemen, is bij elk van dit lusje, zeg maar, kan je een steek opnemen. En dan wat je wil, 2x2 rib of 3x2 of ja, wat de voorkeur heeft, gaan breien. En dan de knoopsgaten erin maken. Nou, ja, dus wat ik heb gedaan, ik heb dus de steken opgenomen uit die ribbelstekerij. En daarna één rij heb ik recht gebreid en nu 2x2 rib de knoopsband gedaan. Ja, en dan zie je eigenlijk dat je een mooie knoopsband hebt zo. Ik heb hem natuurlijk nog niet vastgezet. Dat kan je dus natuurlijk met naald en draad kan je hem zo vastzetten. Ik heb hem nu even met wat spelden vastgezet. Nou, ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. En dat het een beetje illustratief is hoe ik eigenlijk stiek, zeg maar. En ja, misschien tot de volgende instructievideo. Bedankt voor het kijken. Dag!